Lang geleden, in een vredig koninkrijk, omringd door groene heuvels en diepe bossen, woonden een koning en koningin die maar één wens hadden: een kind. Jaren gingen voorbij zonder dat hun wens werd vervuld, en hun hoop begon af te nemen. Maar op een avond verscheen er een wijze oude vrouw aan het hof. Ze legde haar gerimpelde hand op de schouder van de koningin en sprak: Ik zie dat jullie harten lang hebben verlangd naar een kind. Die wens zal worden vervuld. Binnen een jaar zal er een prinses worden geboren, een kind van grootse schoonheid en goedheid. De vrouw verdween net zo plotseling als ze gekomen was. En inderdaad, negen maanden later werd een dochter geboren. Ze was prachtig, met glanzend haar en ogen zo helder als de ochtendzon. Ze noemde haar doornroosje omdat ze even mooi en fragiel was als een bloeiende roos, met de kracht om door het leven te groeien, ondanks obstakels. De koning en koningin organiseerden een groot feest ter ere van de geboorte van hun dochter. Alle edelen uit het koninkrijk werden uitgenodigd, evenals dertien feeën, die bekend stonden om hun wijsheid en gaven. Maar tot hun schrik realiseerden ze zich. Dat ze slechts twaalf gouden borden hadden om hun gasten te bedienen. Beschaamd besloten ze om de dertiende vee niet uit te nodigen. Het feest was een pracht en praal, en de veeën stapten één voor één naar voren om hun zegeningen te geven. De eerste vee schonk Dornroosje de gave van schoonheid, de tweede gaf haar een zuiver hart, de derde gaf haar wijsheid. En zo gingen ze verder. Doornroosje ontving gaven van vriendelijkheid, vreugde, geduld en creativiteit. Toen de elfde vee haar zegen had gegeven, trilde de zaal plotseling van een duistere, koude wind. Het vuur in de haarden doofde uit en een ijzige stilte daalde neer. De deuren van de grote zaal sloegen open en de dertiende vee stapte binnen. Haar ogen waren scherp en donker en ze straalde een intense woede uit. Hoe durven jullie mij niet uit te nodigen? riep ze. De koningin stond op om haar te sussen, maar de boze vee hief haar hand op om haar het zwijgen op te leggen. Met een stem als donder sprak ze: Omdat jullie mij niet hebben gewaardeerd, vervloek ik jullie dochter. Op haar zestiende verjaardag zal zij zich prikken aan de naald van een spinnenwiel en sterven. Het hof snakte naar adem. En de koningin begon te huilen. Net op dat moment stapte de twaalfde vee naar voren. Ze kon de vloek niet volledig ongedaan maken, maar ze kon hem verzachten. Met een zachte bemoedigende glimlach sprak ze: Jonge Doornroosje zal niet sterven, maar in een diepe slaap vallen. Een slaap die honderd jaar zal duren. Enkel de kus van ware liefde zal haar kunnen wekken en haar weer tot leven brengen. De koning en koningin. Deden alles wat in hun macht lag om de vloek te voorkomen. Ze verboden elk spinnenwiel uit het koninkrijk en lieten er zelfs geen plaatje of afbeelding van zien. Jaren gingen voorbij en Doornroosje groeide op tot een jonge vrouw, geliefd door iedereen in het koninkrijk. Haar vriendelijkheid en charme waren net zo beroemd als haar schoonheid en ze was geliefd door het volk. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen was het lot onvermijdelijk. Op de ochtend van haar zestiende verjaardag, terwijl de koning en koningin voorbereidingen troffen voor een bescheiden feest, dwaalde Doornroosje door het kasteel. Ze ontdekte een trap die leidde naar een oude toren die ze nog nooit eerder had gezien. Nieuwsgierig klom ze naar boven en opende de zware deur. In de kamer zat een oude vrouw, die druk bezig was met spinnen. Ze had nooit eerder zo'n apparaat gezien en stapte dichterbij. Wat doet u daar? vroeg Doornroosje beleefd. Kom maar, kind, antwoordde de vrouw met een vriendelijke glimlach. Wil je het proberen? Nog voordat ze het goed en wel besefte, had Doornroosje haar vinger geprikt. Meteen voelde ze een duizeling en haar ogen vielen dicht. Ze zakte ineen op de vloer, in een diepe slaap. Op hetzelfde moment viel een zware stilte over het hele kasteel. De koning, koningin, hovelingen en zelfs de dieren vielen allemaal in een diepe slaap. Het kasteel werd langzaam overwoekerd door doornstruiken en een dikke mist bedekte de torens. Jaren gingen voorbij en het kasteel raakte vergeten. De mensen spraken nog wel over het vervloekte koninkrijk, maar niemand durfde de legendarische Dornenhaag binnen te gaan. Decennia en uiteindelijk honderd jaar gingen voorbij. In een nabijgelegen koninkrijk leefde een jonge prins die de verhalen had gehoord... over de slapende prinses en haar kasteel dat verborgen lag... achter een ondoordringbare haag van doornige rozen. Hoewel velen hem hadden gewaarschuwd, voelde de prins een diepe drang om haar te vinden. Hij vertrok vroeg in de ochtend en bereikte na dagen reizen de dichte wildernis die het kasteel omsloot. Met zijn zwaard hakte hij zich een weg door de doornstruiken die zich probeerden vast te klampen aan zijn kleding en wapenuitrusting. Hoe dieper hij ging, hoe dichter de struiken werden, alsof de bosjes zelf hem wilden tegenhouden. Maar hij bleef doorgaan, vastberaden en moedig. Uiteindelijk bereikte hij het kasteel. Dat verborgen lag onder een dikke laag klimop en mos. Hij duwde de zware deuren open en liep de grote hal binnen, waar de hofleden en bedienden vredig lagen te slapen, alsof ze slechts een moment rust namen. Boven in de toren vond hij Doornroosje, liggend op een bed van rozen, zo stil en vredig dat het leek alsof ze slechts droomde. De prins voelde zijn hart sneller kloppen en boog zich voorover. Hij drukte zachtjes een kus op haar lippen en op dat moment opende Dornroosjes ogen zich. Haar blik was helder, alsof geen tijd was verstreken. Ze glimlachte naar de prins en met haar werd het hele kasteel wakker. De koning en koningin kwamen overeind, verwonderd over de vreemdeling die hun dochter had gered. Dornroosje en de prins voelden een sterke band die hen al bij de eerste blik verenigde. Na enkele dagen van herstel en feestelijkheden werd hun liefde gevierd met een groot huwelijksfeest. Het volk vierde de heeropstanding van hun prinses en het kasteel kwam tot leven zoals het nooit eerder had gedaan. De liefde van Doornroosje en de prins groeide met de jaren en ze regeerden het koninkrijk met wijsheid en mededogen. De geschiedenis van hun verhaal werd verteld aan generaties die volgden. En nog lang nadat het koninkrijk had gebloeid en gegroeid, bleef het verhaal van Doornroosje voortleven. Een verhaal over moed, geduld en de kracht van ware liefde.